zijn met Marudo. We hebben een super goede coach. Hoge kwaliteit. Die hebben we mogen handpikken. Ik dacht dat we niet mochten handpikken, maar we mochten handpikken. Dus we zijn helemaal blij. De eerste. En Maruta Sanke. Super huidkwaliteit. Super huidkwaliteit. En hele mooie vis. Zeker 18, 19 centimeter. Nummer 2. Ook een hele mooie Sanke. Het zwart, jongen. Nou, dit zijn vissen, stuk voor stuk, allemaal kooishow-waardig. Allemaal. Deze is ietsje kleiner, dus die komt perfect in de mate uit als de kooishows zijn. Hele goede bouw. Top. Kijk eens even. Ja, het is net 3 stap, maar zeg even 2 stap. Sanke. Met nu al het zoomie heel goed. Maar er komt nog meer op. En als het niet zo is, dan is het ook top. Ook deze, hele goede bouw. En grotere. Ik denk al richting de 24. 22 centimeter. Ik denk grotere, jongens, maar laten we 22 centimeter doen. Nee, is groter. Mooi vis. Jeetje. 4 stap. Sanke. 4 stap, Maruta Sanke, hoe je het wil. Ook mooi. Hele goede huidkwaliteit. Een goed diep rood. 18 centimeter. Nee. 27. Nou, laat het gemiddeld doen, 26 dan. mooie vis. Het zoom is al heel goed erop. Mooi verdeeld. Ik denk dat het de vis deze heeft een maandje extra nodig. Maar dan is het wel een hele goede vis. Tansho Sanke. Hele diep rode, dikke stip, dus die zal niet zomaar weggaan. En ja, het zoomi komt erop, heel subtiel, heel mooi visje. Goed onder de 20, zodat die voor de kooishow perfect is. Oh, Maruta Kwaku met meerdere vlekken op het lichaam, heel mooi getekend. Mooie witte neus. Oh, wat een huidkwaliteit. Nou ja, de ene huidkwaliteit is nog beter dan de andere. Deze is sneeuwwit. 3 stap. Een van de vissen die mij de trekker deed overhalen om te zeggen, ja, kom, we gaan scheppen. Dit zijn goed geprijsde vissen. Geen koopjes, maar wel heel voor kooishow materiaal heel goed betaalbaar. Vraag, schroom niet. Geef een mailtje en ik kan je de prijs geven. Ook weer een hele mooie kahaku. Met een mooi patroon. Super wit, sneeuwwit. Boven de 20 centimeter. Heel goed. Heel goed. Maruta Kushibene Kohaku. Goed stevig. Super wit. Ja, ik blijf het bij iedere vis zeggen. Het zijn stuk voor stuk hele mooie vissen. Gaat ie goed? Kijk jongens. Oké, heel mooi. Mooi verdeeld. Witte neus. Rood stop net voor de staart. Goeie vinnen. Heel goed.
En ook weer, zoals het hoort, witte neus, spierwitte neus moet ik zeggen. En vlak voordat de staart begint, stopt het rood. Mooie bouw, mooie grote vinnen. Ook een tweestap. Ik heb geselecteerd op de tweestap. Kwakel. Wie weet, de volgende baby champion. Super wit. Super, super wit. Oh. Mooi ook deze. Ik hoop dat je het kan zien op de camera hoe verschrikkelijk wit, hoe de huidkwaliteit is van de vissen die je in deze serie ziet. Twee stappen. Nu dan kohak met ook weer uitmuntende huidkwaliteit. Ook schitterende vis. Route Kohaku. Goed gebouwd, grote kop. Worstvinnen goed naar achteren. De kieuwen steken eigenlijk iets over, eroverheen, dus het wordt een grote vis. Stozai, allemaal dikke, dikke grote vis. Intens rood. Marute Kwaak. Nee, die vissen die hier. We hebben het over de spray. Er zullen vast weer vragen komen van mensen. En dat kan natuurlijk. En van wat spray is er ook. Het is geen veroveringsmiddel. Het is echt alleen om de belletjes van het water te halen. Het is alcohol. Ik zorg dat de oppervlaktespanning wat minder is, waardoor ze uit elkaar klappen. Twee stap. Leuke verdeling. Mooi, moet je kijken hoe scherp, hoe scherp, hoe scherp. Kijk toch. Je ziet nog een heel klein beetje dat, ja, gin erin. Maar dat gaat dus, naarmate deze vis ouder wordt, zakt dat naar beneden. Waardoor het als een soort spiegeltje onder de huid gaat werken. Waardoor het, onder het rood, waardoor het nog helderder wordt. En er zit ook op het wit is dat. Mooie flinke vis hoor jongens, ja, ik zal mijn hand erbij doen. Weet je een beetje een idee hoe groot die vis is. Dus het is een flinke tozai. Nog zo'n mooie vis. Mooie heldere ogen. Super. Goeie mouw. Goeie huidkwaliteit. Nou, hier onderin zie je het e-mailadres. Het gaat op volgorde van binnenkomst. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Vraag daar aan de prijs. Ik kan de prijs niet op internet zetten. Want dat gaat nou helemaal niet. We zijn namelijk nogal scherp geprijsd.